39 jaar draai ik zelf ook nog niet mee, maar wel 25 jaar. En we zijn inderdaad in de oude Citadel aan de markt. Daar zijn we begonnen. En daar hebben wij de eerste jaren gedraaid. Ik heb daar zelf nog 2 jaar mee gedraaid. En toen zijn we verhuisd naar de huidige sporthal, de Citadel. Hij heette toen ook al de Citadel. Dus die naam is eigenlijk toen niet veranderd, maar wel de accommodatie. En ja, in de loop van tijd hebben we de sporthal ook nog uit zien breiden met een extra hal erbij. Nou, je ziet hier achter je hoe het toernooi groeit in de sporthal als het ware. Want we hebben nog steeds de hele sporthal nodig, ondanks dat er weer een heel stuk bij aan is gebouwd. En een van de grotere sporthallen in de regio. Maar we zitten nog steeds, we kunnen ons nu redden, maar we hebben de ruimte hard nodig. Toen het in de oude sporthal was, hoe was het in die tijd dan? Ja, toen zag het natuurlijk wel wat anders uit. Hè? Zoals alles 25 jaar geleden er anders uitzag, zo ziet het toernooi er anders uit. Wat we nu veranderd hebben ten opzichte van vroeger, is dat we bijvoorbeeld in het leven hebben geroepen de prijsuitreiking zoals die er nu staat. Vroeger reikten we de prijzen uit tijdens de toernooi eigenlijk al in de pool zelf. Nu wachten we tot de pools afgelopen zijn, het blok afgelopen is. En dan gaan we met de prijsuitreiking beginnen. Je ziet wat voor een entourage dat is. Een show? Ja, er wordt echt een show-element van gemaakt. En de judoka's die zijn er zeer content mee. En die hoor je ook elke keer na afloop. Je krijgt weer complimenten van dat de judoka's het zo leuk vinden om op zo'n manier een prijs in ontvangst te mogen nemen. En dat vinden wij geweldig als organisatie natuurlijk. We zijn met een kleine groep bij elkaar die organiseren het toernooi. En daar zijn we nog heel veel vrijwilligers bij nodig die ons daarmee helpen, zeg maar. Ik denk dat we rond tussen de 100 en de 120 vrijwilligers hebben om dit te organiseren. Zonder veel? Ja, er zijn echt heel veel vrijwilligers. We beginnen al met vrijdagavond hier met het opbouwen van de zaal. En we hebben gelukkig heel veel vrijwilligers om ons heen die ons willen helpen, kunnen helpen. Jan, dit toernooi, wat betekent dat voor de judo'ers? Ja, voor de judo'ers is, en met name de laatste paar jaar, dat is mijn zoon William doorgevoerd, dat we het witte bandentoernooi in het hoofdtoernooi hebben gezet. Waarom hebben we dat gedaan? Dat hebben we gedaan omdat de beginnende judoka's die dus in het opstaptoernooi terechtkomen, dat zijn dus alleen maar judoka's die voor het eerst aan wedstrijdjes mee gaan doen en die niet in het grote toernooi mee kan doen omdat het te zwaar is. Maar ze ervaren nu wel de omgeving, de entourage van een groot judo-toernooi. Dus ze kunnen binnen hun eigen judo-programma kunnen ze toch van het grote toernooi meedraaien. Daarom hebben we ook gezegd van de opstarttoernooi, de judoka's die daarin zitten, die krijgen allemaal een prijs. Om ze allemaal dat gevoel te geven wat het is om hier een prijs in ontvangst te mogen nemen met dat grote publiek erbij. En dat is voor die kinderen schitterend gewoon. De tribune zit constant bijna vol. Ja, die zit constant bijna vol. En dat is gewoon een geweldig entourage. En je hoort enthousiasme tijdens de prijsuitreiking ook. De mensen applaudisseren, die gaan mee in die prijsuitreiking. En dat is natuurlijk voor die kinderen geweldig. Een geweldige ervaring. Maar wordt hier ook gescout? Wat werkt het zo in de judo? Nee, in de judo werkt het zo, je moet je prestaties leveren. En je komt aldoende dat je meer wedstrijdervaring op gaat bouwen. Ga je door naar de districtswedstrijden. Districtswedstrijden die worden gegeven door Judo Noord, Judo West, Judo Oost. En al die winnaars die komen op een gegeven moment bij elkaar in de regio om dan gezamenlijk velden te trainen. En zo worden ze naar een hoger niveau getild. En zo zijn er dus nu ook een judoka van Dedemsvaart die nu is een soort Olympische status heeft gekregen. Die in het voortraject zit om zich te gaan bewijzen. Of die over een x-aantal jaren misschien mee kan doen aan wellicht wereldkampioenschappen, Olympische toernooien. Ik hoop het van harte. Ja, daar zijn we nou al trots op in Dedemsvaart. Dat zijn we, ja, daar zouden we echt geweldig trots op zijn. We zijn nu al trots dat de jongen zo ver gekomen is. En dat hij echt daarin doorgroeit. Ja, we wensen hem het allerbeste daarin natuurlijk. Ja. Ik hoor het wel. Ik spreek echt met een man met een judo-hart. Ja, dat mag je ook inderdaad zeggen. Alhoewel ik nooit zelf gejudo'd heb, mijn zoon wel. Daar zijn we dus mee opgegroeid. Ik heb zelf nooit een judo gedaan. Maar je groeit er zo in. En ja, als je 25 jaar bij een vereniging blijft, dan mag je best wel spreken van dat je daar echt fan van bent. Ja. Jan, bedankt voor het gesprek. Ja, graag gedaan, hè.